Dat is zeker het topmodel? Ja, dat klopt. Dit is onze EMX 525 en die verwijst naar het aantal overwinningen die Eddy gehaald heeft in zijn carrière. Dit is ons meest stijve, meest stabiele en agressiefste frame. Ik zie hem daarachter nog staan in een andere kleur. Ja, dat klopt. Kom eens kijken. Inderdaad ook in het zilver. En dit is een fiets waar Topsport Vlaanderen volgend jaar mee rijdt. En Jelle Wallace heeft 2 weken geleden een Parijs-Tours gewonnen, ook op zijn EMX 525. Ja, Jelle Wallace, 4 overwinningen op zijn teller. Natuurlijk niet de eerste keer dat hij voor een overwinning gaat sprinten. Verkler voelt de bui schijnbaar hangen. Kijkt naar voren, ziet de streep in de verte waar Viranke ooit won. Zij, Jelle Wallace, Verkler even uitbonden en dan is het zij aan zij en dan is het tot op de streep. Heel spannend, het is Wallace die Parijs-Tour wint. Jelle Wallace wint Parijs-Tour, jawel. Wat een overwinning voor Topsport Vlaanderen.